Zo, beste kijkers. Ja, we zijn in Katwijk op het Bosplein. En daar zijn we bij Pandora. En de eigenaar daarvan, die kennen jullie misschien wel. Dat is Leon Krijgsman. En het leuke van Leon is, los van dat hij een feestwinkel heeft en van alles en nog wat doet, heeft een heel bijzonder nummer gemaakt. En we gaan toch maar eens even kijken wat voor nummer die heeft gemaakt. Gaan jullie mee? Niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Nou, kijk eens. Volgens mij is dit het nieuwe Sinterklaas kapoentje liedje. Wat heb jij nou weer verzonnen? Een liedje? Een liedje? Ja. En waarom een liedje? Nou, een liedje is toch altijd vrolijk, hè? Een liedje is altijd vrolijk. Ja, zeker, maar... ja. Wat voor liedje? Een Sinterklaasliedje. Ja, die hadden we nog niet. Er waren er maar twee van. Ja. Nee, ja. Misschien wel 200.000. Maar nee, dit is gewoon een heel leuk liedje. Ik schrijf wel vaker liedjes. En voor Sinterklaas, ja, ik word altijd heel vrolijk voor Sinterklaas. Volgens mij, iedereen wordt vrolijk van Sinterklaas. Ja. En ik word heel erg vrolijk van Sinterklaas. Maar jij wordt ook vrolijk van de paashaas en van de kerstman. Dat moet je niet aan iedereen vertellen. Oké. Maar toen dacht ik van, nou, wat is het leuk als ik nou weer eens een keer een liedje ga schrijven. En toen kreeg ik ineens een idee over een schoen. En toen dacht ik, wat hebben die Zwarte Pieten het druk? Die hebben het heel druk, want ja. Het is niet één schoen waar ze cadeautjes in moeten doen. En toen dacht ik, volgens mij zijn het wel een miljoen schoenen. Een miljoen schoenen? Ja. Dus dat is een miljoen, dat is met pakjes inpakken, een miljoen pakjes. En een miljoen cadeaupapiertjes en een miljoen keer in de zak en uit de zak en in de schoen. Dus heel veel. En het dak op. En het dak op. Een miljoen keer het dak op. Ja, daarom zijn er ook heel veel Zwarte Pieten natuurlijk. Ze kunnen het niet alleen. De Sint is in het land voor een paar weken. Zodat hij ieder kind goed heeft bekeken. Voor iedereen staat er een pakje klaar. Maar alles zelf doen, dat is echt veel te zwaar. Dus helpen alle Pieten midden in de nacht. Tot alle schoencadeautjes in de huizen zijn gebracht. Dat is een drukke baan, want weet je hoeveel er nu staan? Het is niet één schoen, niet maar één een miljoen. Ik sta perplex. En dan heb je al heel snel een liedje. En toen dacht ik, het is niet één schoen, maar een miljoen, waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Nou, briljant. Dat is toch, en nou ja, en dan een vrolijk rap, pam, 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 pam. Ja, en er staat iemand bij, ik weet niet, een andere mevrouw. Er staat een mevrouw bij, maar wat is die mevrouw aan het doen? Ja, dat dacht ik eerst ook, wat is die mevrouw aan het doen? Nee, die mevrouw, die hebben we wel speciaal gevraagd. Ja. Die mevrouw, die doet gebarentaal, Henk. Oh. En waarom? Omdat, nou ja, niet iedereen, dat weten jullie ook, niet iedereen kan goed horen. Sommige mensen kunnen helemaal niet horen. Nee. En dan kan je een vrolijk liedje maken. Maar ja. Dan is het niet vrolijk. Nee, dan is het niet vrolijk. Dan horen ze helemaal niks. Dan zie je jou in beeld. En dan zie je alleen maar dit. Ja. Dus toen dachten we, het is ook leuk voor al die mensen die heel slecht horen of niet goed kunnen horen of helemaal niet horen, om daar gebarentolk, want zo noem je dat, gebarentolk, hè, bij te doen. Ja. En die vertaalt dus eigenlijk het vrolijke liedje met gebaren, zodat mensen die niet kunnen horen ook het verhaaltje van het liedje kunnen volgen. Nou, ik vind het briljant bedacht. Ja. En heel goed, zeker in deze tijden. Nou, Leon, ik wens jou veel succes. Ja, dankjewel. Dat het maar een grote hit mag worden. Ja, gaan jullie hem wel laten zien op Bergzoen? Uiteraard. Want dat is het leukste. En als je hem één keer ziet, dan denk je, ik ken hem bijna. Zie je hem twee keer, maar bijna meezingen. Zo leuk en vrolijk is die. En we gaan terug naar Jeroen en Patrick. We gaan terug naar Jeroen en Patrick. We gaan nu terug. Die mocht ik mee hebben. Je moet hier blijven. Dat is de reserve van Sinterklaas. Oh, sorry. Oh. Dag. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang?
zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Waar Zwarte Piet een cadeautje in moet doen. Het is niet één schoen, maar een miljoen. Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Hoe lang zou Sinterklaas daar in zijn eentje over doen? Als dat zo was, dan zit het pas hier.